Een groot, immens groot, niet een meter zo grote massa aan deeltjes. Een begin. Vormt, schaaft bij, krijgt een kern en een massa en een korst en een laagje en een niets. Een begin in een niets. Een begin. Het ontwikkelt en verandert. Maakt aan, valt af, bouwt bij, past aan. En het wordt winter, zomer, herfst en lente. Er komt blauw om in te zwemmen en groen om door te rennen. Daar is het. Een begin. En verloop op verloop, toeval op toeval. Een grote, grote samenloop van zo en zoveel omstandigheden. En er ontstaat een nieuw begin. Een klein, piepklein, niet een meter zo klein begin. En het ontwikkelt. Het groeit en groeit en groeit. Maakt aan wat afbouw bijpast aan. Het ontkiemt, verrijkt, krijgt schubben en veren en haren en huid. Het krijgt nagelriemen en neusharen en wenkbrauwen en een 12-vingerige darm. Het krijgt zachte wangen om tranen over te vloeien en steek in de zij en vlinders in zijn buik. Het krijgt een griepje. Koorts. Rode hond, hartaanval, obesitas, bulimia, aanbijen, astma, diarree, epilepsie, ebola, vijverreuma, waterpokken, tuberculose, keelontsteking, Q-koorts. Het krijgt een zicht. Het analyseert, redeneert, leert. Het begeert, bekeert, flaneert, transpireert, masturbeert, promoveert. Er ontstaan relaties en genootschappen en verbanden en verhoudingen. Draadjes. Een web vol draadjes en wilde kluwen wol en alles in elkaar verwikkeld. Er ontstaat televisie om te kijken en Twitter om... Ja. Er ontstaat het meisje achter de kassa die geen fucking zin heeft in haar kutbaantje. Maar ze moet wel, want ze wil nog op vakantie dit jaar met haar vriendin. En ze moet echt die nieuwe skinny van de Primark. En er ontstaat haar midlife crisis moeder die in een iets te impulsieve bui Instagram aanmaakt. Onder het mom van... Ja, je moet ook met de tijd mee. En er staat ook de jongen om de hoek, die altijd verlegen hi mompelt en wegduikt achter zijn tablet om Clash of Clans te spelen. Mam? Ja? Ik heb een high score! Ik hoop op een vriendin, Jan-Pieter. En er ontstaat Hattie, die altijd net wat te dikker is en van haar kantoorbaantje bij de gemeente net wat te dure quinoa-zaden koopt. Van het meisje dat na een maand werken bij het Sony-bedrijf in China van het dak sprong... tot de nieuwe ogenopenende column van de Boston Omroep. Huisdier van de maand. Deze maand. Pien. Lieve, grappige kitten. Al 8 maanden oud. Van I have a dream en willen weg of minder. Naar Patty Bart die zich vol overgave van de duikplank stort voor wat vers RTL-amusement. Van skatende kwate hipsters tot bijna beroepssoldaten, rondelende schoolpleinmoeders tot artsen zonder grenzen, coma-zuiper, hypochonder, modemeisje, veganist, homofoob, allochtoon. Boom. En daar ben ik. Dankjewel.